Er wordt hard getraind om kans te maken op een medaille in Frans Guyana. In de afgelopen jaren hebben de Surinaamse judoka's goede resultaten neergezet. Voor Eline is het al de vijfde keer dat ze gaat vechten in het buitenland. En nog steeds is het een speciale ervaring. Ik verwacht dat het heel spannend gaat worden, want die meisjes van daar zijn echt heel erg fel. Dus daarom hebben we ook hard getraind. En ik zal mijn best doen, maar ik verwacht echt spannende, felle wedstrijden. De reis naar Frans Guyana gaat per bus. Het is dus wel een vermoeide reis voor sommige judoka's. Ze kunnen niet eerder vertrekken omdat er dan nog school is. Je kunt ook niet eerder afreizen van Suriname, want je zit met de schoolperiode. En je kan niet veel doen, want dan mis je twee dagen school. Donderdag en vrijdag. Daarom moeten judoka's ook daarmee rekening houden. En de motivatie is er. En het lukt wel. We gaan eerst via de bus, dus met de bus, dan 4 uur. En dan gaan we met de veer en dan weer met de bus door naar Cayenne. Wel, we slapen in de bus altijd. En ja, je hebt genoeg tijd. We zitten 8 uur in de bus. En wij vechten zondag, dus we kunnen zaterdag ook nog een beetje rusten. De laatste training zit erop. Nu nog de tassen inpakken en dan is het op naar Frankrijk.